weer worden opgepikt. En dan gaan we naar de grens. Daar ligt Noord-Korea. Goedemorgen allemaal en leuk dat je kijkt naar deze video. We zijn in Zuid-Korea. In de hoofdstad Seoul, ofwel Seoul in het internationaals. Het is hier ontzettend koud. Min 6 vandaag. Maar we zijn helemaal warm, bepakt en bezakt. Ik heb een sjaal aan met een kooltrui eronder. Mijn dikste winterjas. Daaronder heb ik een broek met daaronder een maillot. En voetwarmers in mijn sokken. Heerlijk warm. Ten eerste hebben we ons verslapen. Het is 8 uur tijdsverschil, dus dat is ook wel heel erg veel. Het is nu eigenlijk gewoon nacht in Nederland. Maar hier is het 12 uur 's middags. En we zijn de berg opgegaan, de Namsanberg. En hier staat de bekende Ansel Tower, die achter mij te zien is. We hebben hier ontzettend mooi uitzicht over de stad. We zijn hier met de kabelbaan opgegaan. I'll show you. Zo dan. Mooi? Kijk. Gaaf. Wat een grote stad is het ook. Maar er wonen ook miljoenen mensen, hoorde ik. En er ligt sneeuw. Zoals je kan zien. Zo mooi. Oké, we zijn bij het grootste paleis. En daar vindt zo de ceremoniële wisseling van de wacht plaats. Dus we gaan er nu naartoe, naar de hoofdingang. Maar het is hier zo mooi. Je hebt heel veel bergen op de achtergrond. Het is sowieso een heel bergachtig land en gillende kinderen. において、朝鮮時代において、朝鮮には指導者が混んでいる上国の入り口を守ることは、下諸皇太子家は様々な城をもとに再現しています。 관람객 여러분께서는 행사의 원활한 진행을 위해 관람. Kijk hoe mooi het hier is. Super gaaf. Super mega gaaf. Super mega gaaf. Dit hoort bij dat paleis. Ik weet niet wat het zijn, misschien een soort van de tuinen. Je hebt overal van die super mooie schilderingen en doorgangen. Kijk nou joh, dit is echt... Wow. Oh, vet. Heel cool. Dit is ook gewoon echt wat ik me ervan had voorgesteld. Het is zo gaaf. Ik wilde hier altijd zo graag heen. Dus ik vind het heel bijzonder om er te zijn. Wat een land, jongens. Oké, het is nu 3:30, geloof ik. En we hebben een lunchtentje gevonden. Dus we hebben best wel trek. Best wel westers tentje eigenlijk. Met allemaal soorten broodjes. Dit is met olijven, dit is met olijven en bacon. En een soort puddingbroodje denk ik dat het is. Het is boter. Het is boter, oké. Ja, en we moeten vooral ook even opwarmen, want we zijn echt heel koud. We zijn in Bukchon Village. Met heel veel traditionele huizen. En dit is dus niet gemaakt voor toerisme, maar hier wonen echt mensen. Dit is gewoon van vroeger. Wauw. Prachtig.
Oh, hier zie je trouwens de hangbok, de traditionele kleding die zij hebben gehuurd. Dit is toch fantastisch. Hij blijft ook maar gaan. Ja. Zo mooi. Ze hebben hier dus deze wijk heet Gangnam. En volgens mij, ik las dat het liedje is gemaakt als soort van om een beetje een grap te maken over deze wijk. Het is een super rijke wijk. Het is een beetje vergeleken met Beverly Hills. En ze hebben hier dus een standbeeld gezet. Echt fantastisch. Het is toch ook een topnummer. Heel leuk. We zijn net even hier naar de mall geweest. Mm-hmm. En we storten eigenlijk helemaal in. Het is in Nederland nu, wat zou het zijn? 9:55 9:55. En hier is het ongeveer avondetentijd, 5:06. En morgen gaan we heel vroeg op. En dat is de dag. Zie je morgen. Oké, we zijn weer terug op de kamer na 2 uur in de taxi. Het was ontzettend druk in het verkeer. We zijn helemaal geslopen van de jetlag. Ik had het wel een beetje onderschat eigenlijk. Het is hier nu 8 uur 's avonds. Dus in Nederland is het pas 12 uur overdag. En wij hebben zeg maar onze hele dag al gehad. Dus dat voelt heel gek. En we wilden eigenlijk nog in de stad wat gaan eten. Maar dat gaat niet worden. Dus we blijven lekker hier. Even lekker relaxen. Morgen wordt super vet. Want dan zien we Noord-Korea. Wel een bucketlist dingetje. De mensen die me kennen weten ook dat ik eigenlijk nooit een boek lees behalve als het gaat om China of Korea. Ik had een tijdje terug deze gelezen. Heel interessant. En met kerst kreeg ik deze. Ook heel leuk. En ook met veel foto's erin. En nu weet ik ook wat dit betekent, want dat is hangbok is die traditionele kleding die ze hier aan hebben. En als je dat aan hebt, mag je gratis alle tempels binnen. En de paleizen. Dus we zagen ook heel veel mensen die dat aan hadden. En je had veel plekken waar je dat kon huren. Super gaaf. Goed, dus we gaan nu een hapje eten. En dan denk ik even plat voor vandaag. Hele goede morgen, jongens. Het is nu 7:50. 7:50. En we staan te wachten bij een bepaalde uitgang van een metrostation. En daar worden we straks opgehaald voor de tour. De wekker ging om 5:45. Die plus 8 is toch wel zwaar. We hebben niet echt super goed geslapen. Ik heb wel beter geslapen dan de eerste nacht. Ja, maar het is gewoon nog avond in Nederland, hè? Het is weer 10:30 in Nederland. Het is echt heel gek. En iedereen is ook nog wakker online. Dus het voelt echt heel raar aan. We gaan vanavond weer naar huis. De tour duurt 6 uurtjes. Dus we wachten daar nu eigenlijk op. Tot we hier worden opgepikt. En dan gaan we naar de grens. Echt super vet. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat is er? Het is koud. Oh ja, het is echt ontzettend koud. Het is -8. Dus ja, we staan even lekker te wachten in de kou. Maar daar worden we wel wakker van. Toch? Ja. Voor we instorten. Goed. Tot later. Die 38e breedtegraad, dat is dus de grens tussen Noord en Zuid. En dat is dus in totaal 4 kilometer van niemandsland. En het is dus een soort militair gebied met een wapenstilstand. Nooit een vredesverdrag getekend. En daar binnen is nu dus deze tour. We zijn net in een tunnel geweest van 76 meter. Hoeveel? 76 meter. 76 meter, ja, diep inderdaad. En dat heeft Noord-Korea ooit gebouwd en daar zijn ze achter gekomen. En het was ontzettend stijl, dus ik heb het ook voor het eerst hier warm. Maar het is wel echt heel erg bijzonder en ook raar om hier te zijn. We moesten langs een heel checkpoint en ze hebben ons paspoort gecontroleerd, et cetera. En we gaan straks ook naar een uitkijkpunt en dan kunnen we dus Noord-Korea zien. To be continued. Dit is dus waar we nu zijn. We zijn daar net naar binnen gegaan en hieronder loopt dus die tunnel.
inmiddels een beetje bijgekomen van al het lopen. Maar hier zijn toiletten. Om even zo een beeld te geven, daar staan letters met DMZ, Demilitarized Zone. En hier staan de tourbussen, dat zijn er maar een aantal per dag. En de tourguide vertelde dat ze dus best wel vroeg aan die tickets moeten komen. Dus we stonden eigenlijk daar al te wachten voordat het open was. Ze weet echt zoveel te vertellen, echt alles wat ze zegt is interessant. Het valt op dat ze het ook best wel vaak dus heeft over hereniging tussen Noord en Zuid. Dat is eigenlijk waar ze op hopen. Heel veel families zijn daardoor gescheiden en er staat, waar we vanochtend waren, stond een soort van pretpark. En dat is dus voor de kinderen die eigenlijk inmiddels zo'n nieuwe generatie zijn dat ze daar zelf niks meer, niet echt meer een band mee hebben. Of hoe zeg je dat? Affiniteit mee hebben. Dan intussen dat hun ouders daar eigenlijk een beetje staan te rouwen om families bij de brug kunnen zijn naar het pretpark. Het is echt heel tegenstrijdig en apart. Hierboven is een uitkijkpunt. Daarachter. Volgens mij gaan we daar straks naartoe en dan kan je dus Noord-Korea zien. We hebben ook een biljet gekocht uit Noord-Korea en postzegels. En ik heb thee gekocht van wat ze hier verbouwen. Dus we zijn helemaal vol souvenirs. Gaan we vanavond naar huis toe. Team Nancy. Team Nancy. Team Nancy. Kijk, dit zijn de postzegels uit Noord-Korea. Ze hadden heel veel verschillende, maar ik heb deze gekozen met ziekenhuisplaatjes. Heel bijzonder om te zien. Het lijkt ook zo ontzettend oud. De thee. 50 zakjes. Ik ben heel erg benieuwd hoe het smaakt, maar ik vond het wel bijzonder. Ik heb altijd een heuse verzameling aan magneetjes, dus daar voeg ik deze aan toe. Jongens, daar ligt Noord-Korea. Zo. Ongelooflijk. Zie je zo'n heg. En vanaf daarachter, dus achter die, achter het hek zeg maar, dat is de DMZ. En het is dus 4 kilometer breed. En ze vertelden dus dat van hier tot dat meer dat nu bevroren is, is 2. Dus aan de andere kant daarvan is de 2 kilometer van Noord-Korea. Zeg maar, aan die kant. Hierachter, dat kan je op de camera niet zien, kunnen we gewoon een dorp zien liggen. Dat noemen zij Freedom Village. Heel gek om het te zien. Ja, je ziet het op de camera niet, maar er staat daar nog een vlaggenmast met de vlag van Noord-Korea. En aan deze kant een met de vlag van Zuid. En we kunnen ook zien waar echt die grens is, waar die twee huisjes tegenover elkaar staan. Dat is heel cute. Het is echt heel onwerkelijk. Ja, hier zie je het. Het is Noord-Korea. 13:20 later, maar we zijn weer op Schiphol. Het is hier eigenlijk bijna net zo koud. Het is nu -2. Dus ik hou lekker mijn warme jas aan en ga naar huis toe. Het is 6:30 's ochtends. Bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doeg!